Minder dan een jaar geleden deden wij onze allereerste show. En toen stond Raoul van 50% zijn rug naar het publiek toe. Weet je nog? Dat zijn volgens mij wel beelden. En 50 shows later heeft Milan nog steeds zo'n microfoon vast. En vandaag staan we in Tivoli en hebben wij 2 shows waarvan de eerste over 2 minuten gaat beginnen. Ik moet zo nodig kakken. Hoe kom je hier nu mee? Stel, je hebt de belangrijkste show uit je leven. Uitverkocht Tivoli. 2 keer. En je bodem is... Ik word op de pindakaas. En een paar drops of hagelsvlek. Dan sta je daar op het podium met nog die nootjes in je keel. Net pindakaas gegeten dus. Godverdamme, zeg. Waarom staat je nou zit je te bouwen? Dit is een toilet, waar de fuck moet ik anders poepen? Ik zeg, het stinkt helemaal niet heel erg hier. Het stinkt echt Echt niet normaal. Mannen mogen tegenwoordig niet eens meer normaal op het toilet poepen. Hey, hallo, ik wil het even toelichten. Er zijn, daarachter zijn 12 wc's of zo. Hier zit er 1 en dat is onze kleedkamer. Gaat die gozer hier op poep terwijl we nog af hadden gesproken? Dat gaan we niet doen. Niet afgesproken. Jawel, wij zeiden het alle 5 en jij zei fuck, boei me niet. Alle 5 niet, want ik zelf... Ja, wel rustig. Ja, maar... Zeg je nou dat ik er niet bij hoor? Hij zegt dat jij er niet bij hoort. Dan ga ik toch gewoon naar huis. Hou ik weer gel uit mijn haren. Ons beste DJ staat nu te draaien. Kijk de types van je kutkamer. Het is een belangrijke dag, we moeten goed uit. Wat ben je aan het doen? Bro, we moeten over een half uur op. Had je dat niet thuis kunnen doen? Nee! En je borsthaken wil je niet even mee? Nee, dat zien mensen. Zo, jezus aardig. Wat, draai even om. Jongen, het wordt echt een blok met de spuigaten uit. Ja, maar maat, kom op, het is bij mij is het ook winter, hè? Alleen ik weet niet of het wel echt mijn match is, hoor, maar. Hij heeft borsthaar en hij heeft een buikje. Gozer, ik ben 27, ik heb nog nooit dit gescoren. Ik ben geen man, ik ben geen man. Ik ben een hefrodietje, ken je dat? Hefrodiet is toch zo niet man en niet vrouw? Je bent helemaal niks, ben jij. Helemaal niks. Mila, besef, nog geen jaar geleden hadden wij onze eerste show. En nu, bam, Tivoli, 2 keer op 1 dag. Nu is zo zeg, uitverkocht. Nu is zo zeg, hit hij wel different. We hadden echt een mooi moment. Als je een show hebt, hè? Dat hebben we zo. En je koopt zelf alle tickets, dus je bent uitverkocht. Is dan triest of niet? Je hebt wel een uitverkocht show. What the fuck? Mensen, ik ben totaal niet zenuwachtig. Ik heb wat heel veel puist en ik had liever gehad dat het anders was voor zo'n spannende dag. Maar je doet er nu niks meer aan. Zit jullie er ook zo lekker in? De spanning is echt wel aanwezig bij mij. Ja, man, ik denk dat vanavond misschien nog wel eens. Is het, of juist niet. Wat denken jullie? Dan heb je het al gehad, die adrenaline-piek. Ja, maar wel dan staat iedereen in de zaal, dan wordt alles gefilmd, nu boeit het niet. Hoezo niet? Ja, nu ga je af en toe. Voor wie doe je het nou? Voor jezelf toch? Ja, oké, maar voor die andere mensen. Ik doe het voor de mensen. Ja, vanavond is het voor de mensen. Ik ben de mensenmens. Dus ik doe het voor de mensen. We zijn er klaar voor! Energie! Oh, cameraman! Ik voel me sexy als Ron Jans! Hey! Sexy als Ron Jans! Dit is dus hoe zij hun zenuwen altijd uiten. Had jij toen gedacht bij dat nummer? Dat ik hier in het team zou staan? 6 jaar later! Hard werken loont, hè! Durf te dromen! En zoek een producer die liedjes voor je maakt! Doe Chris er ook weer bij! Zo, ik heb spanning, jongen. Ik voel het helemaal in mijn kut. Ik wil even nog even toelichting geven. We gaan op dit moment op voor onze eerste show. Al deze show. En vanavond hebben we ook nog de 18-plus show. Dus we gaan het 2 keer doen vandaag. En dit is de eerste. En ik wil nog even zeggen. Dat je we hebben ook voor het eerst die oortjes in. Dat als je zingt, dan hoor je dus jezelf. En je hoort daar ook daar de muziek in. Dus we gaan nu nooit meer vals zingen. Al die filmpjes van vroeger, dat Koen vals zingt, kwam gewoon dat hij niet van die goede oortjes had. Vind ik tof van je dat je dat excuus moet hebben. En maar ze doen vals dat Jij zit vast niet in mijn systeem, kom meteen, niet om jou heen. Jij zit vast niet in mijn systeem, kom meteen, niet om jou heen. Als jij er niet geweest was, had ik alles op mijn rij, maar dat veranderde jij. Jij zit vast diep in mijn systeem, kom meteen, niet om jou heen. Het ging wel lekker, Oele. Het ging wel een beetje lekker. Het kan nog wel beter en dat gaan we zo doen. Jongens, aangezien dit voor jullie een hele speciale dag is, hebben wij vanuit het team een cadeautje. Dat meen je niet! Maak het maar met elkaar open. Ja. Applausje voor Wilhelm.
Hey Joe, 18 plus, maar deze is belangrijk. Ik ben nu zenuwachtig, man. Wat? Ja, nu zijn onze vrienden en familie er zo. Nee, maar net had ik echt wel stress, nu wordt het echt genieten. Ik heb nu, we gaan bijna, we hebben denk ik nog een kwartiertje wat we moeten opgaan. En ik moet nu weer schrijven. Een spanningspoepje. Ja, cocaïne wil ik niet dat gefilmd wordt, dus dan doe ik maar een blikje weg. Hey, ik kom net tot de schokkende conclusie dat als je de veer in de reen award wint bij de Zep Awards. Ik ben trouwens Zep Awards aan het kijken, want we gaan ze een prijs winnen. Maar dan krijg je €500. Dat is echt de grootste prijs van de Zep Awards. Ja, komen we. We komen. Genomineerd in de categorie favoriete track NL. Zijn. Godverdomme nogmaal. Godverdomme nogmaal. Rani en Steven, zijn jullie er klaar voor? Jazeker. De dekker is dik geworden, man. En we staan in Tivoli Vredenburg. En we gaan ze verrassen. Ze moeten hier straks optreden. Dus let's go. Hallo. Wij komen jullie feliciteren. Maar waar is dit live? Maar waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Jullie hebben de Zep Award gewonnen voor favoriete track NL. Ook dat nog! Ook dat wij deze dag nooit vergeten! En het nieuwe EP, als jullie echt fans zijn, dan stemmen jullie die nieuwe EP ook naar de overwinning en de top 2000! Weet je waar deze pauw, deze award nu staat? Op de wc van Russo! Op de wc van Russo! Gozer! Goeie plek toch? Ik heb al de rare spastische trekken voor een voor ik ben spastisch. Al onze familie is er nu bij, dus tijd om te shinen. Ja, ik ken dat woord niet, shinen. Ik heb zoveel zin om dit terug te zien. Ik zweer het. Ik weet er heel weinig van. Het is 2 dagen later, het is bij ons een beetje ingezonken. En we gaan nu gewoon een beetje terugkijken hoe het eigenlijk gaat. Ik heb nog steeds spierpijn. Ja. Maar dat heeft ook met mijn conditie te maken. Sluur aan op dingen. Sluur hem aan. Ja, goed maar. Mag ik gelijk al iets zeggen? Die visuals, even alles ja, in-house gemaakt door de legend Luke. Lucky man. Ik wil ook even een hele grote shout-out voor alle visuals die je gaat zien. Wij stonden dus achter het hoekje hier. Ja, ik krijg dan echt helemaal niks mee. Nee, behalve wat geschreeuw af en toe, maar je weet niet of dat positief of negatief is. Shit, mensen. De eerste video op mijn nieuwe kanaal. Een fucking vlog of zoiets, denk ik. Ik weet niet hoe het geluid is. Ik heb wel zo'n vermoeden dat het namelijk heel slecht is. Ah. Je merkt wel dat dit wel bij de 18 plus show een stuk beter werkt dan bij die OH show. Ja. Die 18 plus show, die mensen hebben dit allemaal meegemaakt. Klopt, plus die waren niet alleen maar aan het gillen en aan het filmen. Maar van het begin hadden we eigenlijk al meteen echt een goede klik. We gingen ook volgens mij de eerste de beste zomer ook al samen. Je mag niet eens veel filmen. Ik heb gewoon de OH show. Eerst uit hebben we gaan kijken en die verder zei ja, het gaat in zieke tijd worden in dit huis. Mensen juichen bij Casa No Hits. Ze juichen omdat een huis in beeld komt. Wij gaan vandaag een nieuw nummer maken. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het waard. Je blik richting mij staat op 1 in de Spotify top 50. Wij kunnen zelf eigenlijk helemaal niet zo goed zingen. Het is met name de autotune die ons zeer redt. Dat werd een mega hit. Zolang onze muziek ook gewaardeerd wordt en we daar ook prijzen mee pakken, vind ik het ook de moeite waard hoor. Nou mensen, bedankt allemaal voor het stemmen. Ze kwamen zelfs als eerste YouTubers ooit in de top 2000. En dan kom je daar die grote zaal. Oi, 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 al die mensen. 3, 2, 1, let's go! Ik zag je lopen. Heel naar de toekomst rennen. Stapte uit dan. Achter je aan te rennen. Dit is zo mooi. Je weet gewoon niks meer van. Nee. Gewoon van alle... Heerlijk. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt. Mijn hart stil. Zijn alle pijntjes heel leven.
We hadden dus dit idee van dit moeten we doen voor de grap. We moeten een beetje iets toevoegen, iets extra's geven in de show wat mensen niet verwachten. Wat echt super kut is. En we dachten, we komen gewoon in die outfits en we doen het dansje. Kies je voor mij of... Oh joh, lampen. Lampen. Hoe heet dat, sparkles? Sparkles. 3, 2, 1, let's go! Ik ben stapel. Ja, dan weet je, dan zit je er heerlijk in. Als dit bij het eerste nummer al zo is. Hebben we er een beetje zin in? Hebben we er een beetje zin in? Wat ik altijd jammer vind bij dit soort dingen is dat je in die opname achteraf hoor je niet hoe hard het publiek zingt. Nee. Dat hoor je alleen maar als je echt bij bent. Ja, want nu denk je van oké, ze zijn wel hype. Maar zelfs ik denk nu van oh, dat kan wel harder. Ja. Maar ja. Daar moest je echt je oren beschermen, zo hard zonder die mensen dat te zingen. We hadden van die oordoppen in, die noise cancelden van buiten. En zelfs daar hoorde je het echt te hard doorheen. Ja. Ik ben 18 jaar het treden voor die break of life. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Wat me wel opvalt, is nu je dit voor het eerst zo terugziet, onze stage performance is niet heel geweldig. Ja, voor jezelf, jongen. Hey mensen, ik ben wel een beetje klaar met al dat vrolijke gedoe vanavond. Tijd voor wat bozes. Kom maar. Zo. Maar ik ben echt boos. Ben je echt zo boos? Ik ben echt boos. Sorry. Wat is het boos? Leg het later maar. Geef me 1k en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die onzin gezien. Weer gestegen in de top 50. Ik blijf hem streamen, ja, dames en heren. Meer dan een miljoen streams al. 1 miljoen! Ik word gebeld. Een onbekend nummer. FaceTime. Zij zijn zo bazen, jongen. Dit is ook mooi dat ze dit doen. Ik vind dat zo raak. Oh nee. Oh nee. Soms moet ik me zeggen als je niet zo vaak meer. Roe! Maar ja, dit is karaoke. Karaoke hoeft niet zuiver te zijn. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je vaak. Zo vaak! Zeg maar dan. Mooi, mooi, mooi! Dit is een prachtig! Kom je tegen Tiffany uit, doe dit! Wat zo'n achtbaar video op die achtergrond ook zo mooi. Wat is het? Damn, Milo. Echt? Damn, dat was slecht. Oef. Wat vond je er zelf van? Je vond zelf dat het lekker ging? Ik zou voortaan gewoon het zingen overlaten aan mensen die dat voor hun werk doen, jongen. Echt, ik zou een andere hobby gaan zoeken. Succes, alvast. Met daarmee doen. Mafklapper binnen. Ik leg aan hem uit wat het idee was. Ik zeg, joh, je moet even een filmpje maken. Ik ga rollercoaster zingen en dan, daarna is het leuk als jij soort mij afkraakt. Dat jij zegt van, ja, je kan er niks van. Dit had hij dus allemaal zelf erbij verzonnen. Mafklapper binnen. Ja. Fucking legend, man. Ja, echt een mooie kerel, ja. Ook dat hij een uur uit allemaal meewerken aan zoiets. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, iedereen gereageerd, behalve Dries en Guus Meeuwis. Hoezo, Guus Meeuwis was het toch? Oh, die was er wel trouwens. We hebben een verrassing voor jou. Dames en heren, geef een groot applaus voor niemand minder dan Guus Meeuwis! Nee, ik denk die hele zaal denkt, nee, dat kan niet. Guus Meeuwis is er gewoon. Wat een teleurstelling, wat een deceptie. Dat maakt het wel een stuk moeilijker nog, hoor. Mooi is, dit is dus echt trouwens wat er nu gaat gebeuren. Ja, ik verneuk hem wel twee keer, hè. Allebei de shows zijn verneukt. Hij is verkeerde toonhoogte. Nee, hij tikt. Het is niet echt fout, maar het is gewoon dat je met je vinger over een andere toets heen, waardoor je een soort rare glitch krijgt. Ja. Dikke, vatsige vingers. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij een feit. Jesse zou zeg maar meteen komen. Als hij. Er was niemand die me kende zoals zeg maar, jij. Zeg nog bij de All Ages Show, wat gebeurde dat dan? Ja. Was dat ook? Want dat was namelijk de afspraak. We hadden Jesse eigenlijk gevraagd. Dit was de allereerste guest artist die op het podium kwam. Dus hier dacht iedereen nog met die Guus Meeuwis grap misschien van. Nou, er is niks. Er was geen reden om dat te denken. En midden in die eerste zin zou dan Jesse inbreken en opkomen lopen van achter. En een soort overnemen. En dan Ja, dat zou ziek wel. Wat gebeurde er bij die All Ages Show? Bij die All Ages Show precies dat. Loos. Nu? Omdat ik niet over gevoelens kon praten. Ik kan het nu nog niet geloven. Ja, ja, het was dus zo dat ze hem gingen ophalen bij de ingang van het pand. En dat was twee minuutjes te laat. Ja. Deze is lief en ik geef je wat nieuw van een eeuwige dier en verreden. Hier kijk Ali, baby, neef is hier en jij doet mee op jouw manier. Ja,
fucking nice. Dus jij zegt uiteindelijk uit elkaar. Ja, ik draai met Koen gedaan en rampeneren. Ja, legendary. Ja, dat is echt legendary. Mooi. Vind ik fucking mooi dat hij er was. Jullie hebben allemaal heel erg veel geluk vandaag. Want we gaan niet alleen nummers voor jullie doen. We gaan ook een stukje van een video doen. Wie kijkt er onze video's? Raad de... Raad de begrip en begrip. Wij gaan vandaag live op het podium Raad de Artiest doen. Er komen straks 5 figuranten en dat zijn zangers of zangeressen. En wij moeten dan met z'n allen gaan kijken wie de echte zanger of zangeres is. Dus een hartelijk applaus voor onze 5 figuranten. Anton. Oh. Oké. Nou ja, ik ga dan gelijk een vraag stellen aan figurant nummer 1. Zou jij voor ons van het nummer van Whitney Houston, I Will Always Love You, de uithaal kunnen doen? Ja, nee. Dit is het nu niet. Het mooie is dat we bedacht hadden, wat jij zegt, we gaan live Raad de spelen. Op een podium, want het kan. Wij zijn de boxers, wij doen dat. Nummer 2, kan jij iets zingen van de Backstreet Boys? Ook iedereen meedoet, dat is wel mooi. Nummer 3, kun je eens zingen van K3? Laat het wel eens zo. Besef ook dat deze figuranten dus gescout zijn met... Ja, jullie moeten dus gaan zingen op het podium. Dat kan ik helemaal niet. Ja, daar zoeken we naar. Ja. Ja. Je moet voor een uitverkocht Tivoli, 2000 man, moet je eigenlijk zo vals mogelijk gaan zingen met een zak over je hoofd. En dat er dan 4 mensen zijn die zeggen, ja. Dat klinkt goed. Ja, alle hoop ligt nu op persoon 5. Persoon 5, wil je anders iets zingen van jouw favoriete nummer? Ik ben stapel gek op jou. Deze is goed. Even wie is de echte zanger? Waar gaat 5? Persoon 5, kom naar voren. Voordat je je bekend maakt. Voordat je bekend maakt, even niet. Ik wil even aftellen met iedereen. En op 1 maakt de persoon zich bekend. In 3, in 2, in 1. In 3, 2. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar het Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Let's go! Dus even een dikke, vette shout-out naar Flemming die 20 shows Vrienden van Amstel had gedaan en de dag daarna met ons meedoet. Ja, we hadden stress, want op een gegeven moment gooit hij. Ja, wordt toch lastig, man. Ja, stemmers verrot, ik ben helemaal... Ja, maar deze man zegt, we stemmers verrot en die staat in de zegen. Ja, dat is gewoon fucking goed. Gewoon wel slecht. Ik ga jou vertellen dat... Bijna dood wel. Ik heb eigenlijk wel een leuke mededeling, want... Zeg maar, ik kijk altijd jullie filmpjes. Maar ik wist nooit dat jullie zulke goede artiesten en zangers waren. Dus... Niet sarcastisch. En bij hele goede, serieuze collega's zijn natuurlijk ook prijzen. Want je blik richt mij is platina! Ja, mooi. Ja, bizar. Dit is ziek ook. Laat je ervoor over de fucking bank zitten! Ziek hoor, ik vond het echt een ziek moment. Alleen jammer dat we zijn vergeten te poseren op het podium voor de camera. Ja, we zijn vergeten dus een foto te maken in alle hectiek. Maar wij wisten dus ook niet dat we ze zouden krijgen. Het was voor ons echt een verrassing. Ja, ze hadden het stiekem voor ons geregeld. Shit. Oh, heel ziek dit. En nu? Ja, nu hadden we dus een foto moeten maken. Dat was een foto moment. Ja, ik snap het wel, dat Milo mee wil doen. Hij is stiekem aan het tikken met zijn linkerhoed. Even meedoen, een beetje blijen, kom. Ik ga mijn studie in mezelf investeren. En nu het meetmoment, de decibelmeter. Nu het meetmoment. Zodat mensen eindelijk kunnen bepalen. Voor eens en altijd, winnaar bepalen. Geen discussie meer over mogelijk hierna. 10 baldadig, laat je zo hard mogelijk horen. In 3, 2, 1. Juppa, 10 baldadig. Ik vraag 1 keer om alles te geven. Voor het beste bankzittersnummer, factureren! Jammer! Dat is niet aan de man. Ja, dat is
dit mooi. We hadden al bedacht dat we het zo editen dat Factureren sowieso verliest. Maar stel dat Factureren echt minder geluid zou hebben, is de grap helemaal niet leuk. Nee, klopt. Maak je geen zorgen, we blijven beste vrienden. Ik heb overigens nog een paar goede vrienden, die zijn hier ook. Laat je horen voor Steven, Sean en Bram! Dit was fantastisch, ook zeg. Iedereen heeft los, jongen. Hey, we zijn helaas alweer aanbeland bij het laatste nummer van deze avond. Dus laten we met z'n allen één ding afspreken. En dat is dat er helemaal niemand stil gaat staan bij deze. Ik wil iedereen zien buiken! Alle dingen die er zijn, kan niet concentreren, ben bepaalde foto's kwijt. Oei. Russo heeft 4 spelers waarmee hij muziek kan instarten elke keer. Ja. Eentje daarvan deed het niet. Dus er was tegen hem gezegd, wat je ook doet, gebruik niet die. Nou, dat gaat goed. Ja. Bij de eerste show, bij de tweede show ook. Tot dit nummer. Dit nummer start hij in met speler nummer 2. En dan speler nummer 3 die kapot was, neemt hij het mee over. Bam, was niks. Valt stil. Wat je blik niet mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren met een kant van de zij. Dank jullie wel! En dat was hem dan. Maar dan ontbreekt er nog één nummer. Ja, sowieso trouwens voor iedereen die kijkt, die denkt van, is dit alles wat je gedaan hebt? Nee, het was natuurlijk 90 minuten, maar we laten niet alles zien. Nee, had je een kaartje moeten kopen. Daarbij trouwens, we gaan wel nog wat losse dingen uploaden. Zeker. Op ons tweede kanaal. Voorheen Bankzitters Shorts, nu Bankzitters Extra. Oké, voordat de show echt voorbij is, wil ik deze kans nog even pakken. 1 ding te zeggen, en dat is, hoe vaak we elkaar ook belachelijk maken, en hoe vaak wij elkaar ook in de zeik nemen, hoe vaak we elkaar ook dik, kaal of smerig noemen, uiteindelijk komt je vriendschap als echt in de problemen als je elkaar de waarheid niet meer durft te zeggen. En de waarheid is dat niemand van ons ooit in zijn eentje in een uitverkocht Tivoli had kunnen staan. Maar samen, als vriendengroep, is het ons toch gelukt. Huilen, hè, mensen op dit moment. Ja. Nu stonden mensen echt serieus te janken. Ja, stonden echt huilen. Dit was misschien het mooiste moment van de show, vond ik. Vrienden, 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 voor de tijd alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij? Mijn vriend! Vrienden, 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 voor de tijd alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij? Ik hoorde dus achteraf van best wel veel mensen dat ze vonden dat wat dit soort het einde was en dat dit de verhaallijn afsloot, dat het echt tegengoed in elkaar zat. Ook qua verhaal van al die dingen van het begin tot al dingen die we samen hebben gedaan en zo, dat het echt wel een soort rond voelde of zo door dit. En alles gegaan door dik en dun, al ben jij ietsje zwaarder. Op dit moment was mijn zenderkastje dus leeg, dus ik hoorde vanaf dit moment hoorde ik ineens niks meer. Maar ik hoorde dus ook niet of mijn eigen microfoon het deed. Dus op dit moment wist ik van, oh kut, mijn stuk van de bridge komt, dus ik rennen. Blijf jij op dezelfde plek? Al zijn er soms ook ergernissen dan. Goed, professioneel opgelost. Vrienden, 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 voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend, ben jij van mij? Mijn vriend! Vrienden, 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 voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend, ben jij van mij? Mijn vriend! Vrienden, 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 voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn, ben ik jouw vriend, ben jij van mij. En dan komt hier de eindpoos, ingestudeerd. Hier hebben we veel geoefend. Voor altijd, alsof het zo had moeten zijn, ben ik jouw vriend, ben jij van mij. Mijn vriend. Mooi hartje. Wat een mooi hartje, wat een mooi hartje. Mooi hartje. Ja, en dat was hem. Dat was onze show in een uitverkocht Tivoli. We zijn er een beetje stil van allemaal, mannen. Het was echt fucking vet. Ja, iets om nooit te vergeten. En zeker voor de mensen die erbij waren. Gelukkig hebben die ook genoten, tenminste als ik alle reacties zo lees. We hebben er hard op ons best op gedaan. Hard voor tijd ingestoken. En als je er niet bij was, erg jammer. Maar gelukkig staan er wel 200.000 filmpjes op TikTok. Ja, dat kan je gewoon ook kijken. En er komen dus nog wel losse clips op ons extra kanaal. En anders moet je er volgende keer maar gewoon bij zijn. Ik ben wel nog benieuwd hoe wij reageren naar de show. Zullen we daar nu naar gaan kijken? Dat lijkt me een uitstekend idee. Oh. Hey, ja, jongens! Lekker mannen. Fucking vet, zeg. Holy shit. Ik heb nog één groep, zeg. Lekker mannen! Heerlijk. Jezus Christus. En nu zuipen. Ja, dat absoluut. Tijd om te zuipen leren. Jezus, ik ben helemaal kapot. Holy shit, wat ziek, zeg. Twee gouden platen, dan platen ik daar. Kom.
We hebben zojuist wat neergezet waar we trots op mogen zijn. Absoluut. Ik denk dat iedereen die hierbij was oprecht tering vet vond. Ja, en dat is wel fijn. Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Het was echt te duur. Zuipen nu? Zuipen.